De LGBT-gemeenschap in Suriname heeft van de Nederlandse overheid subsidie ontvangen voor projecten die deze gemeenschap zichtbaarder moeten maken. De projecten hebben vooral te maken met de gelijke toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en arbeid. Kenneth van Emden, directeur van de stichting Suriname Men United, gaf een presentatie over de projecten die samen met Nederlandse partners worden uitgevoerd. We bestaan dit jaar 15 jaar. En een van onze activiteiten is dat we graag samenwerken met internationale organisaties. Vandaar dat we binnen dit project, binnen dit UTSN-project, een samenwerking zijn aangegaan met de stichting ART 1. Artivism, in het woord artivism zien we art en activism, het is een combinatie. Wij gaan dus door middel van dit project gaan we proberen activisme op een andere manier op te voeren of uit te voeren door het gebruik van art, kunst. De doelstelling van dit project is dat we beogen LHBT-emancipatie. Daarnaast ook een maatschappelijke verandering te bevorderen. Verder is het de bedoeling dat we binnen SMU ook gaan werken aan onze capaciteits- en institutionele versterking. Dit omdat we de levenskwaliteit van onze doelgroep willen gaan verhogen. Welke strategieën gaan we gebruiken? We willen sowieso de zichtbaarheid van deze doelgroep gaan verhogen binnen de samenleving door het gebruik van strategische communicatie. Maar daarnaast willen we ook de betrokkenheid van de doelgroep en ook de rest van de gemeenschap gaan verhogen. Van Emden zegt dat de LGBT-gemeenschap meer exposure nodig heeft, omdat er in Suriname nauwelijks tot geen wetgeving is om het leven van deze doelgroep makkelijker te maken. Ook zien we dat bepaalde programma's ontbreken. En verder zien we dat deze groep ook al voldoende zichtbaar is in de samenleving. En dat werkt een beetje door. Ze krijgen geen toegang tot educatie, geen toegang tot goede gezondheidszorg of de behandeling bij gezondheidszorgdiensten. Daar worden ze meestal geconfronteerd met stigma en discriminatie. Dus dat zijn de redenen waarom onze focus is op MSM en transpersonen hier in Suriname. Wat gaan we allemaal doen? Sowieso hebben we op dit moment de Nederlandse trainers, of de trainers van de Nederlandse partner hebben we hier. Ze zijn getraind. Ze hebben de eerste week een training verzorgd in podcasting. Maar dat is een van de onderdelen die we gaan gebruiken om die social change te proberen te brengen. De directeur van de stichting Suriname Men United, Kenneth van Emden. Hij heeft donderdag op de Nederlandse ambassade een presentatie gehouden over de projecten die de komende tijd zullen worden uitgevoerd. De Nederlandse overheid zal deze projecten subsidiëren.